Het is vandaag zaterdag, 8 september, nog 4 dagen en dan mag u stemmen. Dit is vanuit het centrum in Utrecht, 1 voor de verkiezingen. Goedenavond, dames en heren. Goedenavond. De premier en lijsttrekker van de VVD, Mark Rutte, is te gast. En we gaan aan hem vragen of hij zenuwachtig wordt van die peiling waaruit vanavond bleek dat hij met 35 zetels op gelijke hoogte staat als Diederik Samson. Bouke van Scherrenburg volgt de campagne elke dag, zitten dus ook elke dag hier aan tafel. Wat is het moment waar je vandaag naar gekeken hebt? Ik heb het Jeugdjournaal debat gekeken, ik heb radioprogramma's geluisterd. Ik ben er wel weer druk mee geweest. Theo Maassen zit aan tafel, hij is cabaretier. Van Vouw, dat mag ik toch zeggen, dat is het vak van u. Hè? Zeker, ja. En hij heeft vandaag het kieskompas ingevuld voor ons. En we zijn benieuwd of de partij van zijn voorkeur eruit komt. Wat is de partij van uw voorkeur? Tot nu toe? Ik twijfel nog een beetje tussen PvdA en GroenLinks. Oké, we gaan straks kijken. Pieter Gerrit Kroeger is CDA-historicus. Hij is ook campaign watcher en hij heeft tips voor de twee mannen die nu op kop liggen in de peilingen. Mark Rutte, die hier aan tafel zit, en Diederik Samson, die vast thuis aan het kijken is. En Paul Jansen, de politiek commentator van de Telegraaf. Hij zit hier vandaag in twee hoedanigheden. Om te beginnen om te kijken wat die verkiezingscampagnes, hoe die tot zich elkaar verhouden. Maar ook omdat hij een van de twee interviewers was van het grote Mark Rutte-interview dat vanochtend in de Telegraaf stond. En waarin staat dat de opkomst van de Partij van de Arbeid gevaarlijk is en een bedreiging voor ons land. Heeft u al spijt van die kwalificaties? Nee, tegendeel. Laten we eerst even beginnen met de peiling, meneer Rutte. 35-35. U staat op 35 en de Partij van de Arbeid staat ook op 35. Wordt u daar nou nerveus van? Nee. Mag u jokken aan het begin van de uitzending? Nee. Waarom wordt u daar niet nerveus van als u ziet dat zij zoveel sneller in die peilingen stijgen dan uw partij? U stijgt ook, maar steeds met een zeteltje per paar dagen. En zij zijn in 3 weken tijd van 22 naar 35 gegaan. Ja, toen de campagne begon 3-4 weken geleden, toen stond de Socialistische Partij in de meeste peilingen boven de VVD. Daarna stond ons wat onder ons. Dus ik heb al een tijdje dat er iemand in mijn nek hijgt. En dat was nu iemand anders dan eerst. Maar uiteindelijk gaat het om onze ideeën voor Nederland. Ik heb vertrouwen op het oordeel van de kiezer. Maar u heeft een klein clubje mensen om u heen, met wie u deze dagen uitstippelt tot aan de verkiezingen. Mm-hmm. Wordt er dan vergaderd en wordt er dan gekeken, we doen iets niet goed, we moeten iets anders doen? Nee, volgens mij gaat het goed met de VVD-campagne. En is het nu zaak om zoveel mogelijk mensen te overtuigen van onze visie voor Nederland. En ik heb vertrouwen op een goede afloop. Is het dreigings? Maar als je zo'n uitspraak doet van gevaar en bedreiging, dat is toch een beetje het bewijs dat je wel degelijk zenuwachtig bent. Anders doe je dat toch niet? Nee. Is het nu gevaarlijker geworden in Nederland eigenlijk nu de Partij van de Arbeid weer groter is geworden in de laatste peiling? Want dat was waar u het aan koppelde. Hè? U zegt het is een bedreiging. Ja, nee, ik zie dat die peilingen. Het is dus nu nog gevaarlijker dan toen u het zei eigenlijk. Kijk, het punt is, mensen dachten vaak de Socialistische Partij, hè, dat is de linkse partij. En dan heb je de gematigde Partij van de Arbeid. En wat ik een gevaar vind, is het effect van. Het gaat natuurlijk niet over dat er een veiligheidsrisico dreigt voor Nederland als de PvdA aan de macht komt. Dat staat ook heel goed in het interview opgeschreven. Mm-hmm. Het gevaar zit hem erin dat met de Partij van de Arbeid we over wat langere tijd tienduizenden banen minder in Nederland zullen hebben. Ik ben er trots op dat mijn programma de banenkampioen is met meer dan 250.000 banen extra. En je zult maar horen bij die duizenden mensen die op dit moment angstig zijn of ze hun baan gaan verliezen. Dat is niet alleen je baan verliezen, niet alleen minder inkomen hebben. Het betekent ook minder zelfstandigheid. Het betekent minder mogelijkheden om je verder te ontwikkelen. Het betekent minder sociale contacten. En ik vind dat ernstig. Een tweede punt is dat. Dat is bedreigend, zegt u. Dat vind ik bedreigend voor heel veel mensen. En dat is een rechtstreeks gevolg van het programma van de Partij van de Arbeid. Ik onderstreep arbeid. Ja. Geen arbeid dus, werkloosheid. Dat is wat er gebeurt. Paul Jansen, als je als interviewer de minister-president en de lijsttrekker van de VVD zoiets hoort zeggen, denk je dan, nou, die is binnen? Absoluut. We hebben het wel nog een paar keer in verschillende vormen teruggevraagd of wij het wel goed hoorden. Want dat was eigenlijk het antwoord op de eerste vraag. Je kon je oren niet geloven? Nee, ik vond het wel een beetje stevig, eerlijk gezegd. En je verwacht niet dat je een andere partij echt als bedreigend en gevaarlijk. Ja, als je zegt bedreigend voor de economie of zo. Nee, maar bedreigend voor Nederland. Dat is toch wel vrij kort. Maar dus, goed, je hebt gebeld, je hebt gezegd, is dit wel wat je wil zeggen?
Nee, we hebben tijdens het interview het een paar keer gevraagd. Paar keer gevraagd. En toen kwam het terug, want we hebben ook gevraagd, het staat ook in het interview, is dat niet een beetje zwaar? Nou, dan zegt meneer Rutte, het is slecht voor Nederland. En dan ligt hij het ook toe, hoor, van de zorg, de banen, et cetera. Maar dan komt hij toch weer van, het is gevaarlijk voor Nederland. En kijk, ik snap op zich snap ik wel dat VVD een beetje in de overdrive gaat. Want het is natuurlijk nu, het spant erom. Kiezers van CDA en met name van PVV, die moeten... Een kwestie van nervositeit, zeg je? Nee, strategie. De kiezers op rechts moeten er een wanhoopspoging. Het is toch een soort kat in het nauw. Het is toch wel degelijk zenuwen. Anders ga je toch niet zo... Dan maak je toch niet een vijand zo groot? En... Nou, je kan het een kat in het nauw noemen. Het is maar een beetje, is het glas half vol of half leeg. Maar het gaat erom dat de VVD volgens mij hiermee... probeert de kiezers van CDA en PVV te overtuigen om toch maar op VVD te stemmen. Want anders dan komt de linkerkant aan de macht. En dat zag je ook in de reacties. Hè? Buma en Wilders waren natuurlijk als de kippen bij vandaag om te proberen die deur dicht te houden. Ja. Laten we even kijken naar een reactie van degene voor wie het bedoeld was. Namelijk Diederik Samson. Die zei er dit over. Volgens mij moeten we geen campagne voeren door elkaar voor elkaar te gaan waarschuwen met angstbeelden. Volgens mij moet je campagne voeren met je eigen verhaal, met je eigen oplossingen, met je eigen optimisme. En dan mogen kiezers bepalen welk optimisme hen het meest aanstaat. Dit is de lijsttrekker van de Partij van de Arbeid. U bent de lijsttrekker van de VVD, maar u bent ook de minister-president. In hoeverre zitten die twee, de lijsttrekker voor de VVD en de minister-president, elkaar soms in de weg? Niet. U zou dit als minister-president ook zeggen? Kijk, ik sta zo in het leven dat je altijd dezelfde persoon bent. En, ja? U zegt dit als minister-president ook? Als minister-president zou ik dat ook zeggen. Omdat ik echt vind dat het programma van de Partij van de Arbeid... Ik heb net één voorbeeld genoemd. Ik zou ook de wachtlijsten in de gezondheidszorg kunnen noemen die terugkeren. Ik zou de enorme gevolgen voor mensen met een hypotheek kunnen benoemen... die aan de orde zijn als de Partij van de Arbeid aan de macht zou komen. Diederik Samson zegt... Ik dacht dat we in deze verkiezingscampagne... probeerden ons eigen verhaal voor het voetlicht te brengen... en daardoor mensen aan ons te binden. Waarom is het daarvoor nodig om een andere partij aan te vallen? Kijk, je doet beide. Dat doet Samson ook. Het is natuurlijk niet zo dat hij alleen over de Partij van de Arbeid praat. Ook hij valt andere partijen aan. Dat verwijt ik hem ook niet. Ik zou tegen Samson zullen zeggen... we zijn geen voor allen van marsepein. En niet, we zijn geen suikerklontjes. Je moet, vind ik, in een campagne stevig met elkaar de verschillen benoemen. Dat doe ik ook in dit interview. Omdat ik het van belang vind dat te zien. Omdat veel mensen denken nu de Socialistische Partij het beeld is. Ach, die Partij van de Arbeid valt wel mee. Mijn stelling is, die is net zo links als de SP. Mm-hmm. Maar meneer Rutte, Samson heeft in het oog van de kiezer een soort soevereine uitstraling gekregen. Omdat hij heel slim eerst het probleem benoemt. Mm-hmm. En dan gaat zeggen wat zijn partij er zelf aan doet. Dus hij is weggebleven van die enorme aanvalsstrategie. Wat je bij alle andere partijen, en ook bij u is dat gesignaleerd. Hij doet dat niet. Hij blijft iedere keer bij zijn eigen verhaal. Waardoor hij een beetje staatsmanuitstraling kreeg. En dat had u moeten doen. Kijk, hij doet die campagne goed. Maar de campagne gaat natuurlijk niet over debattechniek. De campagne gaat over de grote vragen voor Nederland. Hoe zorgen we ervoor dat we de werkgelegenheid in Nederland voor elkaar krijgen? Hoe zorgen we ervoor dat we de woningmarkt weer op gang krijgen? Daar gaat de campagne over. Maar dat verhaal moet alleen over vertellen en niet iedere keer aanvallen met zo'n kop en zo. Ik denk dat je een campagne beide doet. En wat ik doe is met dit interview laten zien waar de grote verschillen zitten tussen mijn partij en de keuze die voor ligt. Er zit een ander mensbeeld ook achter tussen mij en de Partij van de Arbeid. Is het mensbeeld dat je zegt, mensen zijn zielig, zitten in de uitkering, kunnen daar niet uitkomen. Zoals bij de Partij van de Arbeid. En dan gaan we de koopkracht met een procentje verhogen. Of mijn visie. Ja, er is een fatsoenlijke uitkering. Dat is sociaal. Dat is ook fatsoenlijk. Maar tegelijkertijd gaan we er alles aan doen om mensen weer aan de slag te krijgen. Dat is wel degelijk mijn verhaal vertellen. Dat is mijn visie op Nederland. Het is verrassend ineffectief. Want de aanvallen zoals u die vanaf het partijcongres heeft gedaan... hebben het socialisme groot gemaakt. De heer Samson die krijgt de thermiek van de hete lucht van uw verhalen onder zijn vleugels. Tot 35 zetels nu, dus het helpt niet erg. En ten tweede, het is zo retro. Het is Helmut Kohl in 1976. Freiheitsstadtsozialismus tegenover Helmut Schmidt. En Helmut Schmidt won. Ik denk dat het succes eerder is het inzakken van de SP. Dat zijn communicerende vaten. Ik denk dat het probleem is. Maar als er voor u hetzelfde zijn... Dat het succes van de Partij van de Arbeid is. Maar als er voor u hetzelfde zijn, onderling dus uitwisselbaar... dan tel ik gewoon bij elkaar op. En dan groeien de socialisten meer dan u. Kijk, dat de socialisten onderling als een soort communicerende vaten... en SP zakt in en dan komt Samson omhoog. Maar uiteindelijk is de vraag bij deze verkiezingen... Maar netto stijgen ze meer dan nu. Dus u maakt ze groter dan nodig. Moeten we afwachten hoe het woensdag gaat. En dan ga ik nog wel voor knokken om dat te voorkomen. Maar het gaat nu echt om de grote verschillen voor Nederland. En echt, als je praat over banen, hypotheken... maar ook de bezuinigingen die de Partij van de Arbeid wil doorvoeren op veiligheid. 500 miljoen eraf
op veiligheid in Nederland. Dat is buitengewoon slecht. We moeten investeren in veiligheid. Maar als het zo is, meneer, verschil. Maar waarom dan jaren is dat er communicerende vaten zijn tussen de SP en de Partij van de Arbeid, zegt u? Hè? Wat is dan het nut van u om die socialisten aan te vallen? Laat ze het aan elkaar maar afmaken. Kijk, ik vind het van belang om, natuurlijk, dat ben ik geheel met de heer Maassen eens, in de eerste plaats te vertellen wat ik met Nederland wil. Dat doe ik ook bij iedere gelegenheid. En tegelijkertijd natuurlijk te markeren hoe zich dat verhoudt tot de Partij van de Arbeid en de Socialistische Partij. Omdat ik het van belang vind dat mensen die keuze scherp zien. Het is de keuze voor meer banen of minder banen. Een grotere overheid of een kleinere overheid. Hogere belastingen of lagere belastingen. Ik kan me niet meer inhouden, maar heel verschillende, heel verschillende visies. Ja, het is zo pijnlijk om dat te horen uit de man die heeft samengewerkt met de PVV. Die verschrikkelijke dingen hebben gezegd. Toen heeft hij zich nooit uitgesproken dat dat een dreiging is voor Nederland. En nu opeens is de P van de A de dreiging en het gevaar, terwijl het ging over een... Meneer Rutte, waarom wel zo scherp tegen Samson en niet tegen Wilders, die u toch de stekker uit het Polenmeld, Polenmeldpunt wou kijk u niet naar de algemene beschouwingen die we vorig jaar in september hadden. Hè. Toen heb ik Wilders... Nou, het Polenmeldpunt is een, vind ja, ik een Polenmeldpunt heb ik, vond ik heel altijd, heb ik altijd van ondergeschikt belang gevonden. Altijd. Ik vond, ik vond dat nou typisch. Dan heb ik een andere vraag. Als het idee was geweest... Sorry, lijkt me handig dat ik ook uw opmerking beantwoord. Het Polenmeldpunt vond ik nou typisch zo'n voorbeeld van Geert Wilders, die belletje trekt en wegrent. Die een stuk rood vlees in de arena ingooit en u en alle cabaretiers rennen erachteraan. En dan kunnen we weer een avondvullend programma maken tegen Geert Wilders. U maakt hem daarmee veel te interessant. En zo interessant is deze man niet. Waar het hier om gaat, is heel fundamenteel een partij die de grootste van Nederland zou kunnen worden. Die inderdaad daarmee beleid zou kunnen gaan voeren, waarmee we minder banen hebben in Nederland. Minder veiligheid. Gewoon bezuinigen op veiligheid. Heel veel onzekerheid voor mensen die hadden gerekend op een situatie met hun eigen huis en hypotheken die de Partij van de Arbeid wil aanpakken. Dat vind ik heel belangrijk. Omdat meneer Rutte, kunt u zich nog herinneren wie u gesteund heeft toen het ging om steun aan Griekenland? Zeker. Dat was de Partij van de Arbeid en niet de PVV. En het pensioenakkoord. Kunt u zich nog herinneren het pensioenakkoord, wie u gesteund heeft? Zeker. Ik zeg ook niet dat is de partij waarvan u nu zegt, die is een dreiging voor Nederland. Tegelijkertijd bij de zeer belangrijke operatie in Afghanistan niet. Maar dat is ook niet erg. We hebben inderdaad wij waren een minderheidskabinet. En dat betekende dat ik als minister-president zaken moest doen met andere partijen in de Tweede Kamer. En waar dat kon, deden we dat. Ja. Nu is het merkwaardige dat u eigenlijk vermoedelijk donderdag of vrijdag volgende week samen met Diederik Samson in een kamer gaat zitten en gaat zeggen, we moeten het met elkaar gaan doen. En er moeten misschien nog twee partijen bij komen, maar zo zullen we het doen. En dan heeft u dus nu gezegd, het is gevaarlijk en volgende week zit u weer. En dan zeggen mensen, ja, wat is dat eigenlijk voor man? Ja, kijk, dat is het gezelschapsspel over na 12 september. Ik denk echt dat wat we zouden moeten doen is nu met, ik heb dat vaker gezegd, we gaan respectvol naar de kiezer. Die gaat de soevereiniteit 12 september besluiten. Hoe de partijen zich tot elkaar gaan verhouden. Om 9 uur 's avonds zien we bij u en bij RTL, bij de NOS en bij RTL zien we de eerste uitslagen. En daarna wil ik, dat kan ik u wel verzekeren, zo snel mogelijk en zo stabiel mogelijk kabinet. Maar ik verzeker u ook, hoe groter mijn partij wordt, hoe groter de kans is dat ik ervoor kan zorgen dat het land sterker uit de crisis komt. Want dat is de agenda. Oké. Okay. We hebben jou gevraagd van wat is het element waar je vanavond over wil praten? Dat is negative campaigning. Ja, dat kwam door de kop in de Telegraaf. En het is toch veel gebeurd. Het gebeurt ook in het buitenland heel veel. Daar hebben we geloof ik ook een voorbeeld van. Ja, laat zien. We gaan een afbeelding zien. Deze, New Labour, New Danger. Ja, zo werd New Danger, hè? Zo werd dat afgebeeld door de conservatieve Tony Blair. Nou ja, sorry hoor meneer Rutte, maar het heeft dus geen barst geholpen. Integendeel, die Tony Blair heeft gigantisch gescoord met die verkiezingen. Dit is ook angst aanjagen waar de kiezer gewoon niet meer intrapt, denk ik. Dat is toch, dit wou ik, mevrouw van Scherpen, dit is gewoon niet waar. In 1997 was de conservatieve partij in Engeland na 18 jaar regeren compleet uitgewerkt. Dat komt echt niet door die poster. Daarvoor, Margaret Thatcher tegen Neil Kinnock heeft verschillende campagnes gedaan waarbij ze zei, dit gebeurt als Labour aan de macht komt. Dan zag je een hele lange rij mensen staan voor het loket van de werkloosheidsuitkeringen. Negative campaigning, zeer effectief. Wij doen dit niet. Dit is gewoon een interview waarin ik gewoon feiten benoem. Ik maak geen posters waarin ik Diederik Samson zo... Heb een klein grapje gemaakt in 2006 met een roosje. Dat gewaardeerd in de PvdA. Vertel even waar het over ging, anders blijft het hangen. Nou, in 2006 was er een tv-spot van de VVD. Dat was eigenlijk volgens mij voor het eerst dat het zo georganiseerd was ook.
waarin dus het campagne of het logo van de PvdA werd afgebeeld, Roos. En Roos die wist niet hoe het moest en die kon niet kiezen. En dan kwam het de slogan Klopt. Van de VVD. Of, dat was echt een typisch staaltje negative campaigning. Maar werkt het in zijn algemeenheid? Is negative campaigning iets wat uiteindelijk zijn vruchten afwerpt? In 2006 werkte het in ieder geval niet. Ik ben geen voorstander van negative campaigning. Ik ben een voorstander van dat je vanuit de inhoud politiek bedrijft. Dat je de verschillen benoemt. Ja. Je eigen visie op Nederland schetst en de verschillen benoemt met andere partijen. En dat doe ik in dat interview. Nou, opkomst Partij van de Arbeid gevaarlijk? Dat zou je geen negative campaigning willen noemen? Nee, omdat ik daar de feiten benoem en laat zien wat er gebeurt voor mensen die een baan hebben en bang zijn die baan te verliezen. Okay. En dan zou ik verwachten van de Partij van de Arbeid dat ze zorgen voor meer banen. Dat doen ze niet. Ik zou willen beweren dat de VVD op dit moment de echte Partij van de Arbeid is. Bij ons komen er 250.000 banen bij. Bij de Partij van de Arbeid gaan ze eraf. En de vraag is dan, wat is nou echt sociaal? Is sociaal een procentje meer in de uitkering? Of is sociaal mensen van de uitkering aan het werk helpen? Maar die negative campaigning... Die negative campaigning die is al ingezet. Dit is een vervolg erop op het VVD-congres... toen u een socialist, alsof het heel even doemenis was. Zullen we even naar kijken? Toen is die toon laten we even kijken naar die toon... waar u toen al meteen voor gekozen hebt eigenlijk bij de start van uw campagne. Want u weet hoe dat is met het socialisme. Het is een beetje als met een boemerang. Het gaat razendsnel voorwaarts en dan komt de klap keihard in je gezicht. Ik schrik dan zwetend wakker omdat ik Emiel Roemer in de torentje zie zitten. Socialisten straffen. Succes en vooruitgang. Bij de voordeur hangt een pinautomaat. Een flap of tap van de staat die geleend geld uitspuugt. Dames en heren, wat is het geweldig om liberaal te zijn. Juist, dit is geen slip of the tongue. Hier heeft u vanaf het begin af aan voor gekozen om er scherp en hard in te gaan wat dat betreft, toch? Of niet? Dat is toch logisch? Dat is toch de keuze die voor ligt? De keuze is toch, ik heb het net gezegd, wat doen we met de overheid? Hoe zorgen we voor meer banen? Hoe zorgen we voor minder belastingen? Nou, of de partijen die wat anders willen? Er zijn ook mensen die zeggen, u bent minister-president, u kunt ook als minister-president u wat meer minister-presidentieel gedragen. Maar daar heeft u niet voor gekozen. Verbindend. Kijk, als minister-president is het mijn taak om er te zijn voor alle Nederlanders. En ervoor te zorgen dat ik het algemeen belang in de gaten hou. Maar het is altijd zo in Nederland dat de minister-president ook een partijkaart heeft. Ik ben niet het staatshoofd, ik ben niet de president. Minister-president, ik moet in het algemeen belang zorgen voor goed bestuur. Ik vind het in het algemeen belang dat er niet minder banen komen, maar meer banen. Dat de belastingen niet omhoog gaan, maar omlaag. Dat de overheid niet groter wordt, maar kleiner wordt. Het is een prachtig voorbeeld wat de heer Rutte hier geeft. Hè. Die zegt dus alsof er partijen zijn die openlijk pleiten voor minder banen is goed voor u. Wat onzin is. Het is dus een bewuste scherpstelling van een niet bestaande tegenstelling. Het is de campagnestrategie van een oppositieleider tegen het socialisme. Hè, de Helmoet Kool uit 76, Wiegel tegen Den Uyl. Het is een retro jaren 70. Paul Jansen wees er terecht op. 2006, dit is de campagne van 2006. Maar met het niveau en de toon van de toenmalige nummer 2 van 2006. Mevrouw Verdonk, dit is niet wat je zegt van... voor de komende 10, 15 jaar, die kant gaan we met Nederland ook gelet op de grote Europese problemen. Volgens mij is het niet zo erg. Kijk, laten we niet vergeten dat er in de campagnes hier de meest verschrikkelijke dingen over lijsttrekkers worden gezegd. Vooral als het lijsttrekkers zijn zoals Pim Fortuyn, die voor alles wat lelijk is, is uitgemaakt. Geert Wilders, wat je er ook van mag vinden, is ook weggezet voor alles wat lelijk is in dit land. Ik begrijp alleen zelf niet zo goed dat dat moet er ook niet te zwaar aan tillen, maar dat als je... Laten als we er te zwaar aan tillen. Dan. Ja, je hebt ook gelijk ook, louter. Ja. Maar als je de VVD, als je de premiersrol hebt, en daarom verrast het mij ook in het interview, dan zou u dat podium niet zo nodig moeten hebben. En met name ook omdat, ik geloof dat Wouke dat net zei, dat je nu de ruimte geeft aan Diederik Samson om in dat gat te springen en vanuit de afstand te zeggen... Waarom heeft u hem een zelfgecreëerd vacuüm dus? Waarom heeft u hem kamp niet als straatvechter ingezet? Ik denk eerlijk gezegd dat het bij de kiezer echt anders werkt. De kiezer kijkt natuurlijk naar al die debatten. En nogmaals, die doet Diederik Samson goed. Maar de kiezer is in de eerste plaats geïnteresseerd in de inhoud. Ik was vanmiddag in Dordrecht. En mensen praten tegen mij niet over hoe de debatten gaan. Die zeggen, meneer Rutte, hoe zorgen we ervoor dat de zorg in Nederland betaalbaar blijft? Hoe zorgen we ervoor dat ik mijn huis nog kan verkopen? Die hebben gisteren gelezen en vanmorgen ook in uw krant stond en andere kranten dat het VVD-programma het beste is voor de woningmarkt. Daar willen ze meer van weten. Hoe komt het dat u wel voor banen zorgt en andere partijen niet? Daar gaan die discussies over. Ja, maar dat kunt en dat ook, is de inhoud. Dat, kunt dat is gewoon logisch. Op die verkiezingen. Dat kunt u het risico uitleggen. Het risico namelijk. En uw antwoord is pas het risico is namelijk. Het socialisme van de jaren 70. Wij aan dit soort tafels praten over de vorm. Maar ik denk uiteindelijk dat de mensen die vanavond kijken zeggen die vorm is aardig en al interessant. Maar die willen uiteindelijk dat dit land sterker uit de crisis komt. Ja, maar ze willen ook een premier die de uitstraling heeft van de staatsman. Laten we u een stukje helpen. We hebben een filmpje gemaakt van hoe u het ook had kunnen doen. Het gaat over de toekomst. Zijn jullie er klaar voor? Ja!
Want we staan voor grote vraagstukken. Die vragen om serieuze oplossingen van serieuze mensen. Jobs, jobs en jobs. Want een betere toekomst, daar hoeven we niet op te gaan zitten wachten. Daar kunnen we zelf voor kiezen op 12 september. Dank u wel. Zo had het dus ook gekund. Dat is hem. Ja, dat was mijn campagnespeech bij de aftrap van de campagne. Maar niet uw campagnefilmpje. Het interessante is dat u hiermee eigenlijk een winning point had kunnen maken ten opzichte van uw grote concurrent op dit moment, Diederik Samsom. En dat is leiderschapservaring. Want ik geloof niet dat de heer Samsom echt heel veel leiderschapservaring heeft. Dat hoopt ten opzichte van de heer Roemer had dat gekund. Dat had u. Nou, die heeft nog iets meer leiderschapservaring in de fractie en dergelijke dan de heer Samsom. En daar verschillen we dan van mening. Ik denk dat mensen echt kijken. Daar zit de minister-president. Die is al 2 jaar bezig om stap voor stap met Europese collega's. Ze werken heel nauw samen met Duitsland en een aantal andere landen. Zijn ze bezig om de eurocrisis op te lossen. Dat is een taai proces. Dat gaat stap voor stap. Die is bezig om coalities te bouwen in Europa, ook met de Engelsen, om ervoor te zorgen dat er een groeiagenda nu is in Europa. Dat er banen bij komen in Europa, want daar gaat het om. Dat is wat mensen zien. En die zien heel goed ook verder het speelveld. Theo. Maar ik geloof er niet in dat ik de campagne help door dat alleen maar te benadrukken. En niet tegelijkertijd ervoor te zeggen, wat zijn dan de verschillen? Theo, wat is de keuze die voor ligt? We hebben jou gevraagd de kieskompas in te vullen. Oh ja, oh jee. Ja. Was je even ergens anders mee bezig? Nee, ik zit steeds dingetjes te denken uit mijn. Ik speel een programma waarbij ik vertel dat. Weet je, vroeger had je politici die schetsten een droom. En die hadden een plan om die droom te verwezenlijken. En nu heb je alleen maar politici die schetsen een nachtmerrie. En hebben een plan hoe die nachtmerrie te voorkomen. En daar moet ik heel erg aan denken als ik dat artikel zie over dat gevaar en dat. En die dreiging. Dat is ook zo'n politicus die een nachtmerrie schetst. Ja, maar de droom van meneer Rutte is natuurlijk dat hij die nachtmerrie niet meer zal hebben. Ja. We zullen zien. Als ik dadelijk maar niet op VVD uitkom. Dat we sterk uit die crisis komen. Dat is mijn droom. En hoe kwam die crisis ook alweer? Kijken, hoe was dat ook alweer? Moest kijken deze week. We zijn gestegen op het belangrijkste staart. Ja, die crisis kwam door het socialisme. Dat weet iedereen. Dat de banken we zijn gestegen deze week op het lijstje van meest succesvolle landen in de wereld. Van de 7e naar de 5e plek. Dat is in 2 jaar tijd gebeurd. Daar ben ik ongelooflijk trots op. Halleluja. Dat is bereikt in de afgelopen 2 jaar. Maar de vraag van Theo Maassen, meneer Rutte, was, waar kwam die crisis ook weer vandaan? Toch niet van het socialisme? Ja, al die bankiers, zat ik laatst zo, zat ik te denken. Al die bankiers, hè, op welke partij zouden die stemmen eigenlijk? Nou ja, als ik het daarvan zou moeten hebben, zou ik niet op 35 zetels staan. Mm-hmm. Mensen stemmen op de VVD omdat ze iets van hun leven willen maken. Omdat ze zich voorstellen dat ze de overheid nodig hebben. Als ze de overheid van hun leven ze hebben de overheid nodig. Nee, maar er zijn mensen die zeggen, iedereen wil toch iets van zijn leven maken? Ik vind het fantastisch dat ik in een fatsoenlijk land woon waar we er staan voor elkaar als het nodig is. Maar ik wil geen overheid die als een soort blob op me zit en zich met mijn leven bemoeit als het niet nodig is. En dat vind ik zo pijnlijk. Er wordt gewoon voorbij gegaan aan de feiten. Het is al lang feitelijk bewezen dat op het moment dat in landen waar inkomensverschillen geniveleerd zijn, die zijn veel gelukkiger. Landen waar de overheid belangrijk is en groot, die zijn veel gelukkiger. Ik weet niet waar u het over heeft. Nederland is een land met vergaand geniveleerde inkomens. Zelfs deze twee mannen behoren niet meer tot de topinkomens. Nou, we zijn toch best wel gelukkig. Allemaal hun schuld. Dat klopt toch. Al mijn schuld. Ja, en die bemoeizuchtige overheid, daar heeft ook u natuurlijk aan bijgedragen. In de voorronde heeft u uitgebreid uitgelegd waarom de wietpas zo'n goed idee was. Dan moest je geloof ik lid worden van een vereniging en dan krijg je minder toeristen. Dat is ook de bemoeizuchtige overheid die optimaal vormt. We gaan naar het kieskompas. Kieskompas. Het ruimt wel, maar dicht niet. Krijgen we daar nog iets bij te zien? Of wat, Theo, je hebt hem ingevuld. Ja. Je hebt van tevoren gezegd dat je dacht dat je ergens PvdA GroenLinks-achtigs in die hoek zat. Denk ik, ja. Ja. Zullen we maar kijken wat de uitkomst is? Ja, laat maar gewoon. Let's get it over with. GroenLinks, 66, SGP, 66, PvdA, Partij voor de Dieren, Partij voor de Dieren, Partij voor de Dieren. Wij hebben nu samen 3 van deze 1 voor de verkiezingen gedaan. Ja. En al onze gasten komen uit op Partij voor de Dieren. Ja. En 1 op 50 plus. Nou, Bram Moskowitz komt uit op het CDA. Ja. Ja. Dat zag ik gisteren. Ja. Ja. Nou, ik schaam er helemaal niet voor. Nee, maar is het nu dat je dan ook zegt, dan als ik dat vind, dan ga ik daar dus ook op stemmen? Ja. Ja? Nee, natuurlijk niet. Ja. Of wil je graag bij een andere club horen? Is dat het dan? Nee. Ik heb wel veel sympathie voor de Partij voor de Dieren, maar ik denk niet dat ik daarop ga stemmen, nee. Ja. Wat is de kwestie als het jou, want we vinden allemaal iets anders belangrijk. Als je een baan hebt, ben je misschien minder met werkgelegenheid bezig dan als je geen baan hebt. Wat is voor jou een belangrijk punt bij deze verkiezingen? Wat is jouw thema?
Nou, wat ik wel heel belangrijk vind, nou ja, de marktwerking vind ik heel belangrijk. We hadden het net over de overheid die zich er tegenaan bemoeit. Ja, ik denk als een overheid zich er niet tegenaan bemoeit, krijg je gewoon het recht van de sterkste en dan wordt het jungle. En in de zorg met name, mijn vrouw die werkt in de zorg, die is psycholoog, die werkt in de psychiatrie. Dus ik krijg af en toe verhalen te horen hoe de verzekeringsmaatschappijen en de markt invloed probeert uit te oefenen op hoe zij werkt. Dat is om te janken. Zij werkt met ouderen. Dus dat zijn vaak mensen met en een psychische stoornis. Die zijn en schizofreen bijvoorbeeld en dement. Mm-hmm. En ze hebben net een heup gebroken. En zij moet die behandelen. Zij moet daarmee gaan praten. Maar die mensen zijn schizofreen. Dus ze moet eerst het vertrouwen winnen van die mensen. En dat is soms in een maand tijd 20 keer op de gang tegenkomen. En een praatje maken van 3 minuten. Maar mijn vrouw moet elk praatje van 3 minuten moet ze gaan noteren. Die moet op gaan schrijven dat ze net gepraat heeft met die en die mevrouw. En die is bijna de helft van haar tijd aan het noteren voor die verzekeringsmaatschappijen. Wat ze aan het doen is. Maar dat laatste komt oprecht niet voort uit het systeem. Mijn eigen zus zoveel mogelijk winst willen maken. En dat is de ellende. Mijn eigen zus was wijkverpleegkundige. Die is ermee gestopt omdat ze op een gegeven moment dat ook moesten gaan doen. En die kregen 3 managementlagen boven zich. Dat is verschrikkelijk. Moet je eens kijken wat in de afgelopen paar jaar is bereikt. Dat we eindelijk die thuiszorg heel anders hebben georganiseerd. Die buurtzorg, waarbij we wijkverpleegkundigen, wat allemaal behoorlijk opgeleide mensen zijn, vaak op hbo-niveau, weer veel meer vrijheid geven om te zeggen, opa Piet, daar gaan we een half uur thee drinken in de week. Want dan weten we dat hij goed in het vel zit. En bij een ander moet je het weer een beetje anders aanpakken. En dat je dus het vakmanschap, de professionaliteit van mensen weer gebruikt. Ik ben er zo trots op dat Ja, maar dit zijn lege woorden. Want ik weet hoe ik hoor van mijn vrouw hoe zij moet werken. Die wilde ook mee stoppen. Natuurlijk wel. Dat zijn de verzekeringsmaatschappijen die willen dat zij die papieren. Dat komt omdat de management boven zit. En daar moet ze dan naartoe. En ik wil er wel helpen. Wat blijkbaar zegt van we vertrouwen jou niet. En we willen dat jij iedere minuut registreert. Dat is gebeurd. De verpleegkundigen worden niet vertrouwd. Die worden gecontroleerd. En de bankiers en zo, die laten ze een beetje gaan. Zo. Dat is de realiteit. Maak het nou niet zo karikatuur. Het punt is. Mag ik het niet? Jij noemt de PvdA een dreiging en ik ben karikaturaal bezig. We praten inderdaad zo niet verder over. Dit heeft niets te maken met verzekeringsmaatschappijen, maar alles met totaal doorgeslagen controlebehoeften van de directie bij zo'n club. Vind je eigenlijk niet. Dat is niet wat ik ervan hoor. Theo. De premier zegt vaak, we leven in een mooi land en vergelijkt hem met andere landen en dan staan we er goed voor. Vind je dat ook? Ja. Is dat niet de verdienste van bijvoorbeeld de regering waar Rutte leiding aan heeft gegeven? Nee, dat denk ik niet, nee. Dat is niet iets van de afgelopen 2 jaar dat het goed gaat met Nederland. Nou ja, goed, laten we zeggen, het is van de afgelopen 30 jaar en daar maken de 3-4 grote partijen toch eigenlijk altijd. Nou, ik denk ook, nou, in die zin is het wel waar. Ik denk dat vanaf zeg maar, de wederopbouw, dat we na de Tweede Wereldoorlog, is dat heel erg nodig geweest, dat we het materieel beter zouden krijgen. Dat is heel erg gelukt. Ik ben hierheen gereden in een auto waarin ik mijn stoel helemaal kan instellen. Ik kan de temperatuur op een halve graad regelen. Het is waanzinnig. Dat is niet de verdienste van de premier. Nee, maar wij leven rijker dan keizers ooit. Mm-hmm. Alleen, ik denk dat we nu op een moment zitten dat. Daar ben ik zo benieuwd. Wat is het punt dat liberalen denken van, nou, nu zijn we eigenlijk wel rijk genoeg, het is goed zo. We gaan nu andere dingen belangrijker maken. Hè? Bijvoorbeeld ontwikkelingshulp, ik noem maar wat. Dat. We hebben het fantastisch, inderdaad. Maar op een gegeven moment, ik denk dat er nu wel behoefte aan is aan een soort morele wederopbouw. Aan iemand die wel een droom heeft en niet een half procentje meer wil voor. Nee, maar die de wereld toch, wil. Maar dat kun je toch nooit. Ja, nou, halleluja. Ja. Maar dat kun je toch nooit uit elkaar trekken. Ik bedoel, voor mij, als ik naar mezelf kijk, het materiële is voor mij, ik verdien prima salaris als minister-president. Ik heb niets te klagen. En wat ik nodig heb, als ik een nieuw pak moet hebben, dan kan ik dat kopen. Maar voor mij persoonlijk, en ik denk dat dat voor heel veel mensen is die nu kijken, is een baan niet alleen dat geld. Ja, natuurlijk brood op de plank, dat moet er gewoon zijn. Maar het is wat ik eerder vanavond zei. Het is zelfstandigheid, sociale contacten, het feit dat je jezelf kunt ontwikkelen. En dat maakt dit land zo mooi. Ik geef dus een paar uurtjes les in de week op een school. Er komt een fantastische generatie jonge mensen dadelijk aan. Die nu 15, 16 jaar zijn. Ja, ben je nou werkelijk fantastisch. Ja, maar er zit zoveel energie in het land. Maar je doet nou net alsof er een soort keuze is tussen zijn we materialistisch of gaan we naar waarde toe. Je hebt gewoon geld nodig om te kunnen leven, de basisbehoeften te kunnen regelen. En verder is het ontzettend belangrijk dat mensen de kans hebben om hun talent te ontdekken. Maar je kan niet zeggen dat ondernemen op zichzelf goed is. Je hebt ook van die motivatiesprekers en die gaan dan mensen motiveren. Motivatie is niet goed. Breivik was ook heel gemotiveerd. Het gaat erom dat de goede dingen worden ondernomen en andere niet. En daarom moet je als overheid
heel erg de vinger aan de pols houden. En kijken wat wel goed is en wat niet goed ondernemen is. En dus heb je een overheid nodig. Dat is voor mij als liberaal heel essentieel. Ja, een vrije markt. Niet als doel op zichzelf. Maar omdat je dan de beste manier krijgt om ervoor te zorgen dat mensen ook iets vooruit kunnen. Dat is niet zo. Maar altijd, de markt kan die vrijheid helemaal niet aan. Maar altijd in combinatie met een sterke marktmeester. Op elke echte markt heb je ook een marktmeester. Ik was vandaag in Dordrecht aan de Folder op de markt. Daar is ook een marktmeester. Die stelt zich dan even aan me voor. En dat geldt ook voor de markt als abstract. Je hebt een goede marktmeester nodig. Controle nodig. Absoluut. Je kunt niet zonder overheid. Maar dit is dus typisch het soort betoog waarvan ik dacht, had dit nou eens vaker gehouden, want dit heeft een veel hogere kwaliteit, ook een hogere nuance, en heeft voor de komende 10, 15 jaar, bijvoorbeeld ook in Europa, hè, een marktmeester voor de banktoezicht en dergelijke, wat Barroso ook voorstelt, veel meer te brengen dan, nou ja, retro jaren 70, Helmut Kohl en... Mag ik dan een kleine frustratie uiten? We hadden de algemene beschouwingen vorig jaar in september. Roemer was een opkomst en hij en ik hebben daar, denk ik, 6-7 uur staan debatteren over dit soort onderwerpen. Met dezelfde passie waarmee we dat hier nu doen. En toen was er dat moment van doe eens normaal man met Geert Wils. En dat komt dan op televisie. Begrijp ik, verwijt ik niemand. Maar het is niet zo heel makkelijk om dat soort debatten die wel degelijk gevoerd worden, om die ook bij dit soort kerels aan tafel te gaan. Dit soort kerels. Ik bedoel, dit soort gevaarlijke kerels. Ja. Maar die dan meer op het effect gericht zijn dan op de inhoud. Oké, laten we dan. Mag ik even meteen het effect in dat soort interviews? Pieter Gerrit, mag ik even het heft in handen nemen? Ja. Laten we het hebben over de vraag, zijn er eigenlijk coalities mogelijk zonder de PvdA en de VVD samen erin? Dat vragen we ook even aan het tweede scherm, zoals dat heet. De mensen thuis dus, met andere woorden, die mogen zeggen op de stelling, er moet een coalitie komen waar zowel de Partij van de Arbeid als de VVD in zit. Dan gaan we straks kijken hoeveel mensen daarover denken. Toch maar even die vraag bij u neerleggen. Is er een coalitie denkbaar waar niet u en Samson samen inzitten? Ik heb daar een streep getrokken. Tot 12 september wil ik praten over de VVD, mijn ideeën voor Nederland en het formeren. Ik vind het zo'n belediging voor kiezers. Kiezers, toen ik niet in de politiek zat, maar nog in het bedrijfsleven werkte, dus zeg maar voor 10 jaar geleden, kon ik me aan één ding kapot ergeren in campagnes. En dat waren politici die de buiten aan het verdelen waren. Dacht, joh, vind je het nog belangrijk wat ik er eigenlijk ervan vind? U draait het gewoon om. Het is juist andersom. Het is haast een belediging om niet te zeggen welke richting je opgaat. Ja, er zijn heel veel mensen die op de VVD hebben gestemd en die nooit hebben gedacht dat u daarna met de PVV in zee zou gaan. Er zijn misschien ook mensen die zeggen, als u straks met Diederik Samson gaat regeren, ga ik niet op de VVD stemmen. Kijk, ik heb één ding duidelijk gemaakt. Dat een linksblok van SP en Partij van de Arbeid gaat de VVD niet aan de meerderheid helpen. Ja. En daar laat ik het bij. En wij sluiten geen enkele partij uit. De SP niet, de PvdA niet en de PVV niet. En alle andere partijen daartussen niet. Paul Jansen, is dat een goede strategie? Nou, ik snap wel. Nu je om de eerste plaats gaat in het torentje, dat je nou niet moet zeggen van, die meneer naast mij, mijn naaste concurrent, daar ga ik vanaf 13 september mee onderhandelen. Maar is het niet gewoon waar? Natuurlijk is het waar. Er is bijna geen andere optie dan dat PvdA en VVD, als je de peilingen nu even zou omslaan in zetels, die zijn tot elkaar veroordeeld. Ja, zou dat, en dat je dan eerst zegt, zo'n partij is een bedreiging voor het land, dat doet er dan niet toe? Nou, het is niet voor niets dat de VVD niet zegt, Samson is een bedreiging. Hè? We hebben natuurlijk ook eerder wel een campagne gehad waar Balkende Wouter Bos persoonlijk hard aanviel. En dat de ziekte verschrikkelijk door in de formatie en uiteindelijk ook in het kabinet, wat daardoor ook de eindstreep bij lange na niet gehaald heeft. Het is natuurlijk geen toeval dat de VVD nu zegt, de PvdA, even los van wat je daarvan mag vinden, maar niet op de persoon, maar op de partij. En dat maakt het net even wat minder erg. Ja. Waardoor na 12 september meneer Samson, of hij nou op de eerste of de tweede plaats eindigt, niet waarschijnlijk met zo'n secundeur gaat zitten. En dat er gewoon te onderhandelen valt over een coalitie. De reden voor mij om nooit, dat doe ik eigenlijk nooit, personen aan te vallen. Maar u bevestigt nu dat u de 13e met Samson. Nee, dat is niet om die reden. Oh. Dat is om een hele andere reden. Ik vind het goede van de Haagse politiek dat de persoonlijke verhoudingen op dit moment althans tussen eigenlijk alle lijsttrekkers goed zijn. Dat vind ik ook professioneel. Het is hard op inhoud en zacht op relatie. Want op de inhoud zitten de grote verschillen. En daarom, dat is de reden waarom ik niet Diederik Samson aanval. Maar bent u daar niet iets te ver in gegaan? We zagen u gisteren zelfs toezingen, Samson. Laten we even kijken. Oh jee. Zonder jou was deze strijd al lang gestreden. Zonder jou gingen mijn pijlen niet zo gruwelijk naar beneden. Zonder jou, Diederik, ging het alleen nog maar tussen ons twee. En zonder jou werd een van ons volgende week gewoon premier.
Briljant, ik heb het niet gezien. Waarom is het eigenlijk niks geworden met Roemer, denk jij? Niks geworden? Hij staat in de plus, hè? Ja, dat is waar. Dat is een bekende vergissing die ik nu maak. Maar niks geworden met zijn premierkansen, bedoel ik. Nou ja, ik moest al door aan Elko Brinkman denken. Elko Brinkman? Ja. Je wordt naar voren geschoven. En de oude baas, die zweeft er nog voortdurend omheen. Marijnissen bedoel je? Ja. Is dat nu ook het geval geweest? Nou ja, hij geeft een interview waarin zijn Engels niet helemaal slipvast blijkt of zoiets. Mm-hmm. En de heer Marijnissen die komt in beeld en die zegt... Ja, kom net kijken. Foutjes kunnen gemaakt worden. Over My Dead Body, zei je, hè? Toen het ging over het betalen van een boete aan Europa. En vervolgens wat vanuit het politieke handwerk nog erger was. Want Marijnissen vervolgens zei... Ik heb met als partijvoorzitter, want dat is hij ook nog... met allerlei experts gepraat die zeggen 45 zetels. Ja. Dat is natuurlijk verschrikkelijk voor een lijsttrekker... dat de oude baas een benchmark formuleert en excuses voor jou optreden maakt... die beide onmogelijk zijn. Is dat een kantelmoment voor Emiel Roemer geweest? De opmerking van Jan Marijnissen hierboven? Nee, wel nee. Het kantelmoment was het... Het heeft zijn gezag, volstrekt aangetast. Het kantelmoment was het debat bij RTL met de heer Rutte... waarin een premierskandidaat staat die iets beweert... en die eigenlijk als een schooljongen wordt weggestuurd... omdat meneer Rutte een halve waarheid vertelt. Nou ja, u denkt daar zelf iets anders over. Maar goed, laten we die discussie niet aangaan. Nee. Kijk, dan moet je je even voorstellen dat straks in het torentje premier Roemer zit... en die gaat naar Duitsland of naar Brussel en die wil iets gedaan krijgen. En dan zegt Duitsland of de eurocommissaris zegt... van, nou, wat u beweert is helemaal niet waar. Oh, nou, dan ga ik maar weer. Kijk, dat wekt geen vertrouwen. Je wilt natuurlijk iemand in het torentje hebben... die voor het Nederlands belang vecht, wie dat dan ook is. En Roemer is daar gewoon door het ijs gezakt. En ik denk dat het daarmee begon is. Hij werd dus vervolgens door zeg maar de aartsvader van zijn club... ook nog als een kleine jongen extra weggezet. Nou, ja. Je kunt in een debat eens een keer niet een fantastisch moment hebben. Zelfs Mark Rutte heeft die... Maar dat je dan, stel je voor dat zeg maar de heren Bolkestein en Wiegel... diezelfde avond nog zeggen, ach ja, hij komt ook net kijken. Hij was maar 2 jaar premier, dat kabinet is ook mislukt. Geen wonder dat hij wel eens een foutje maakt. Wiegel heeft, hebben we gisteren uitgezonden. Wiegel heeft over de heer Rutte gezegd op de vraag... is het de beste politicus op dit moment? De beste. Kun je beter het foutje van Jan Marijnissen hebben, eerlijk gezegd. Doet dat er wel toe als Hans Wiegel zegt... Nou, de beste, er zijn er meer die wel goed zijn. Denkt u dat van belang is? Nee, volgens mij niet meer. Is dat wel uitgewerkt? Het orakel is uitgewerkt. Het orakel is gedoofd. En Wiegel is geen partijvoorzitter van de VVD, geloof ik. Maar... En de heer Marijnissen is is gewoon de grote baas. Ik vind echt dat effect wat u beschrijft over Jan Marijnissen, die roept een foutje. Je zag het ook, het stierf meteen al een stille dood. Dat heeft helemaal niet doorgeërgerd. Het werkt wel andersom. Het is veel groter geweest, want daar refereerde u ook een beetje aan. Toen Lubbers Brinkman keihard liet vallen, zei ik ga op Hiers Ballin stemmen. Ja. Dat was hard. Dat was genadeloos. En je zag ook het enige wat er gebeurde, dat het CDA toen wam in elkaar lazerde. Maar het is nu ook dat het gezag van Roemer was aangetast. Ja, maar dat heeft hij zelf gedaan. Hij heeft zelf zijn gezag verloren. Zij zijn nog met iets bezig. Ja, sorry. Okay. We hebben nog een paar dagen en dan zijn die verkiezingen. U ziet, ik weet wel dat het voor u misschien niet het fijnste onderwerp is, die peilingen en wat dan ook. Maar je ziet, er zijn nu 2 koplopers. Is er nu nog een kantelmoment mogelijk? Is er nou nog iets? Bent u nou nog aan het nadenken van ik moet nog iets gaan benadrukken? Ik moet nog een afslag nemen. Ik moet nog met iets komen. Want we hebben nog 4 dagen. Ik ben nu al 3 jaar met dezelfde agenda bezig. Namelijk, hoe krijgen we de overheidsfinanciën onder controle en hoe krijgen we de motor in Nederland weer op gang? Dat was het verkiezingsprogramma in 2010 en het verkiezingsprogramma in 2012. Het kabinet waar ik leiding aan geef, heeft tot de laatste euro zijn we bezig om de bezuinigingen in te boeken. En we zijn inmiddels 2 plekken gestegen op de lijst van de meest competitieve landen in de wereld. Omdat het bedrijfslevenbeleid, Zijlstra, Verhagen, die er vreselijk hard aan werken, heel succesvol is. Dit is precies hetzelfde thema wat ik in deze campagne weer benadruk. Ja. Daarover ben ik in gesprek met de kiezers. Ja. Ik kan me toch niet laten afleiden doordat meneer De Hond of meneer Sinoveed weer een peilingje uitbrengt. Nee. Ik ga maandag in debat met Samson bij Nieuwsuur. En dan ga ik opnieuw praten over mijn ideeën voor Nederland. Juist. Ja, ik geloof dat diezelfde economie waar u zo door geobsedeerd bent, dat het probleem is. Ik weet dat er sprake van een recessie is. Als er 3 maanden achter elkaar sprake is van negatieve economische groei. Krimp. Ja, sorry. Ja. Nou ja, of krimp. Ja, maar die...
er is helemaal niks in de. Bedoel, wij zijn, ik weet niet of u gelooft in een god, maar ik geloof in de evolutietheorie, dat wij deel uitmaken van de natuur. Er is helemaal niks in de natuur wat permanent groeit. Die hele permanente groei, dat is een soort waanzin. En dat idee is wat. Wat de wereld en wat een samenleving ontwricht en kapot maakt. In 2040 worden er grote problemen verwacht met schoon drinkwater. De CO2-uitstoot. Die hele economie maakt u veel belangrijker dan die is. Maar meneer Maassen, zou het niet fantastisch zijn als Nederland in staat zou zijn om voor deze problemen. Natuurlijk, problemen en daarom moeten we stemmen op GroenLinks en op de PvdA. Nee, helemaal niet. Want wat zegt GroenLinks? Die zegt we moeten consuminderen en we moeten de verwarming een graadje lager. En weet u waar ik nou in geloof? Dat we zeggen, luister, er zijn grote problemen, want onze fossiele brandstoffen raken inderdaad op. Laat Nederland nou voorop lopen. Eens kijken wat er gebeurt in Twente, in Delft, bij onze beste universiteiten. Nederland zit in de wereldtop. Meneer Kroeger weet het, want hij heeft nog een derde rol. Hij is ook nog hoofdredacteur van het Hoger Onderwijs Science Guide. Dat is een website, daar handelt alles over het hoger onderwijs. Fantastisch hoe Nederland daar scoort. En dat is het Nederland dat ik voor ogen zie. Niet een tandje minder en een beetje consuminder en een beetje zuur doen. Nee, gewoon vooruitkijken. Vooruit met dit land. Het woord weer. Daarom ben ik hier, hè? Ja. We hebben een uitslag van dat scherm wat we nog ergens hadden. Ja, het ging dus over de vraag of de Partij van de Arbeid en VVD in een coalitie moeten gaan samenwerken. 47% is het daarmee eens en u raadt het 53% niet. Dus dat wordt nog een. Heeft u die afspraak al gemaakt eigenlijk met Samson? 13? Nee, nogmaals. Meneer Buma heeft vanavond gezegd in Nieuwsuur. Rutte heeft dat al in zijn agenda staan, die afspraak met meneer Samson. Nee, oprecht niet. U mag mijn agenda zien. Er staat geen afspraak met Samson. Ook niet met Buma en ook niet met de heer Wilders. We sluiten niemand uit. Eerste kiezer op 12 september. Goed. Echt, dat is democratie. Zullen we nog even naar Europa gaan? Want we kunnen natuurlijk van alles fantaseren hier aan tafel. En met 0, nog wat cijfertjes komen en zo. Maar Europa maakt toch voor een groot gedeelte de dienst uit als het ook over onze economie gaat. Mm-hmm. Misschien de Duitsers nog wel het meest. Maar de Grieken, daar is een klein probleem mee. Om het eufemistisch te zeggen, precies. Vindt u niet? U bent heel weinig eufemistisch geweest in deze campagne. Ook als het gaat over de Grieken. Dat heeft u wel wat kritiek opgeleverd. Laten we nog even gaan naar de uitspraak zoals u hem heeft gezegd en de reactie daarop ook van de minister van Financiën van CDA, die toch het idee had dat u meer als partijleider dan als premier sprak. Mm-hmm. Ik weet niet of we dat nog op band hebben staan. Geloof dat. Als Griekenland belt, dan is dat voor een groot tweede, derde steunpakket en daar ben ik tegen. Ik zeg dat hij als lijsttrekker volgens mij daar stond in dat debat. Ja, en hij staat daar met regelmaat, zegt minister, hij dat hij de minister-president is. Maar goed, nogmaals, als u het over Rutte wil hebben, moet u hem uitnodigen. Jongen. Maar het ging niet over die derde steunpakket, want daar zijn wij het over eens te jaar gelegd. Er komt geen derde steunpakket vanuit. Nederland zal dat niet steunen. We hebben nu twee steunpakketten. Die discussie daar ging over dat lampje. En het is natuurlijk niet zo dat de ministerraad gaat over een rood of een groen lampje. En voor degenen die het niet gezien hebben, je moest op een stelling reageren. Dan gaan we tot het uiterste om de euro te redden. Ja. En ik vind dat de zuidelijke landen tot het uiterste moeten gaan. Wij zijn bereid heel ver te gaan, mits Zuid-Europa tot het uiterste gaat. En ze gaan de afspraak houden. Maar u drukt dus de rode knop in, ja. U was daar tegen. En dat vond Jan Kees de Jager was daar niet mee eens. Nee, maar dat is dus een kwestie waar we vrijdag ministerraad over gehad. Het kabinet met één mond moet spreken. Ja, we hebben het er vrijdag over gehad en toen vastgesteld dat welke kleur lampje we indrukken geen zaak is van de ministerraad. Veel relevanter is de vraag. En daar ging de echte discussie over. Zijn wij bereid als Nederland, nadat we al zoveel geld in Griekenland hebben gestoken, om weer kort te gaan met het derde steunpakket? Nee, omdat ik als minister-president ook zeg, ik ben bereid iedereen uit te leggen waarom wij in Zuid-Europa helpen. Omdat onze pensioenen daarvan afhangen, ons spaargeld, onze banen. We zijn een handelsland. Het is van heel groot belang dat die eurozone intact blijft. Maar ik trek ook een grens. Als landen zich niet aan de afspraken houden, of keer op keer meer geld nodig hebben, dan stopt het een keer. En ik moet ook nee zeggen. Maar wie bent u nou eigenlijk? Want straks in Europa bedoel ik. Ja. Als Merkel zegt, we gaan het toch zo doen, Mark, wat dan? Ja, afgelopen donderdag zag u ook de uitspraak van de Duitse minister van Financiën, Schäuble. Wij trekken daar in een coalitie gezamenlijk op. Wij willen heel graag Griekenland erbij houden, omdat we denken dat dat beter is dan dat Griekenland de eurozone verlaat. In het Nederlands belang. Maar wij zijn niet bereid om daarvoor nog eens een keer extra geld te geven. Mogen we nog een ander puntje doornemen? Dat gaat over de hypotheekrente. Het kwam plotseling zomaar weer naar voren de afgelopen dagen, dankzij u. Omdat u het standpunt inneemt dat mensen die een hypotheek hebben, waarbij ze niet hoeven af te lossen, dat die dat mogen houden. Ja. Daar is bijna niemand het meer mee eens. En dat vind ik onbegrijpelijk, want dit raakt dus echt aan de vertrouwensvraag ook in de overheid. Hè? Ben je als overheid betrouwbaar, ben je voorspelbaar?
Ik heb het voorbeeld genoemd van vrienden van mij. Allebei een heel normaal salaris. Hebben twee kinderen, huis 10 jaar geleden gekocht. Hebben een hele planning gemaakt op een overheid die zegt... die hypotheekrente kun je volledig aftrekken. Ja, maar en dan zegt de overheid nu, we gaan dat veranderen. In de huis kopen is misschien wel de grootste beslissing die je in je leven neemt, meneer Witteman. Ja, zeker. Maar er zijn ook een heleboel mensen die hebben op een pensioen gerekend. En hebben daarbij gedacht, ik krijg straks zoveel. Pas op, maar een pensioen is niet van de overheid. De overheid gaat over de AOW, pensioenen gaat de VARA over en uw pensioenfonds bij de VARA. Daar ga ik niet over. Nee, maar, maar de AOW gaat de overheid over en daarvan zegt de VVD, die blijft gewoon waardevast. Maar een huis, een hypotheekrente aftrek, je belastingstelsel, dat is toch gewoon een deal, dat is toch een afspraak? Dat is toch vertrouwen tussen u en de overheid dat je ergens op moet kunnen rekenen? En een huis kopen, een grotere beslissing in het leven neem je bijna niet. Maar als je het zou kunnen spreiden over 30 jaar, en dat, er zijn partijprogramma's waar dat in staat, hè, dus dat je zegt de invoering daarvan, van die verandering, dat smeren we over een langere periode uit, dan ben je misschien heel rechtvaardig bezig en dan kun je het geld gebruiken voor nog belangrijkere dingen. Nou is het interessant. Er is gisteren onderzoek gedaan door het Economisch Instituut voor de Bouw. Dat zegt de VVD heeft by far het beste programma voor wat betreft de woningmarkt. Waarom is dat? Omdat wij op die hypotheekmarkt zeggen, ja, nieuwe gevallen aflossen, bestaande gevallen afblijven en omdat wij een heel pakket hebben voor starters om makkelijker met allerlei voorstellen en maatregelen aan een huis te komen. En wat is nou het probleem met de hypotheek? Het probleem is dat de financiële markten en buitenlandse investeerders zeggen, die totale hypotheekschuld, die is te groot geworden. Met de maatregel dat nu hypotheken moeten worden afgelost, gaan we dat probleem aanpakken. Ja. Het voegt helemaal niets toe om nu te zeggen tegen bestaande gevallen, u moet aflossen. Het is gewoon testerij, je moet het niet doen. Een bestaand geval is... Ja, Maas heeft net een huis gekocht. Heb je net een huis gekocht? Nee, nee, maar ik was al lang. Een bestaand geval is geen bestaand geval meer op het moment dat je een ander huis koopt. Nee, dan blijft dat doorlopen en dan geldt voor het meerdere dat dan het nieuwe is. Maar voor het oude bedrag blijft het gewoon staan zoals het stond. Dat loopt gewoon uit. Dat sterft uit in die 30 jaar. Juist. Maar waarom, meneer, als ik even mag vragen, waarom zegt u niet, oké, we moeten gewoon 670 miljard hypotheekschuld geloof ik in het land. Ja. We moeten daar gewoon iets aan doen. Ja, we hebben een afspraak met die mensen, maar zo kan het niet verder. Maar ik zorg wel voor een veel grotere lastenverlichting. Zodat dat die portemonnee voor dat voorbeeld altijd meer komt, dat dat budgetair een vreselijk woord, maar dat het gelijk blijft. Maar dat is nou het grote risico. De hypotheekrenteaftrek is ingewikkeld. Wil je die wijzigen, moet je wetten, et cetera. Die belastingknop die zegt, wat is nou het tarief? He, in de tweede schijf 42% of de tarief in de eerste schijf. Ik moet wel blijven slappen, snap dat kun je hoor. Makkelijk omhoog draaien. En als nou meneer Samson aan de macht komt, of meneer Roemer, dan is het een hele kleine moeite om die knop wat hoger te stellen. En de hypotheekrenteaftrek, daar kom je niet zomaar vanaf. Maar het belangrijkste voor mij is niet eens die knop. Het belangrijkste is voor mij het vertrouwen wat mensen moeten hebben. En het probleem van die woningschuld, dat lossen we nu op. Doordat we voor nieuwe gevallen zeggen, je moet aflossen. In 2010 heeft Hans Hille, sorry, als campagneadviseur van het CDA tegen Balkenende gezegd, het gaat niet goed, je moet gaan roepen, die hypotheekrente die is bij mij veilig. Het CDA heeft, ik heb een rapport mogen helpen schrijven, maak een breekpunt, en toen gekeken naar waar heeft het CDA het meest verloren. Het waren mensen onder de midden- en hoger opgeleide, onder de midden- en hogere inkomens en de mensen met een eigen huis. Op het laatste moment in een campagne ineens beginnen over bedreigingen en de hypotheekrenteaftrek is bijna altijd een signaal van wanhoop. Nou, het grote verschil is wel dat wij er geen breekpunt van maken. Ik heb gezegd, ik kan één garantie aan de kiezer geven. Als ik niet in het kabinet zit, u heeft het net al toegelicht, doordat alle andere partijen er anders over denken, dan gaat hij er zeker aan bij bestaande gevallen. Hoe groter de VVD wordt, hoe harder ik hiervoor kan knokken. Het is mijn heel wezenlijk punt. En wij vinden dit in ons verkiezingsprogramma, in ons vorige verkiezingsprogramma. Dus het is echt anders dan CDA 2010. Nee. Knokt ervoor, maar u heeft ingecalculeerd dat u dat niet gaat halen. Helder. Ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat er gelukkig nog, trouwens ook de PVV, die zit op hetzelfde standpunt. Dat er partijen zijn die zeggen, wij vinden een betrouwbare overheid op dit punt belangrijk. Want er zijn natuurlijk heel veel mensen die voor lange termijn afspraken hebben gemaakt en daar verplichtingen op zijn aangegaan. Maar het is wel een risico, want u noemt het geen breekpunt. U noemt het topprioriteit. Nou, gezien de peilingen wordt u straks veroordeeld tot de PvdA en andersom ook. Ja, en de PvdA die heeft een verkiezingsprogramma waar de hypotheekrenteaftrek niet een beetje op de helling gaat, maar die gaat gewoon echt op de zeephelling. Dat gaat echt fors naar beneden, naar 30%.
Voor de gemiddelde huizenprijs. Dat is een hele, hele grote ingreep. Nou, laten we even doorschakelen op een paarse coalitie. D66, die wil ook... Maar die heeft in de Eerste Kamer geen meerderheid, hè, meneer Janssen? Dan nemen we het CDA voor het gemak er even bij. Die zit ook niet zo geharnast in. Die heeft in het Catshuis ook ervoor gezorgd dat er aan de hypotheekrenteaftrek is gemorreld. Met andere woorden... Daar zat hij bij. Toch? U heeft hier grote woorden over vertrouwen. Ik denk dat de kiezer u ook na 12 september daar wel aan gaat houden. Kijk, hoe groter ik word, hoe steviger ik deze belofte kan houden. Omgekeerde is zeker. Ja, maar als ik niet aan die tafel zit, is het einde aflossing. U zit sowieso aan die tafel. Ook als u niet de grootste wordt, dan zijn er... U bent een van de grootste partijen. Dan zullen de kiezers u toch eraan houden. We moeten nog één puntje even behandelen. Om Theo recht te doen. Omdat hij gezegd heeft, ik kom graag. Maar ik wil wel ook ik even... Ik kom helemaal niet graag. Ik had eigenlijk een vrije avond vanavond. Ja. Alleen Freek zou eigenlijk komen. Freek de Jonge. We wilden niet met Freek aan tafel. Daarom ben ik maar een beetje met lange tanden ben ik hier komen zitten. Zeer gewaardeerd. Maar waarom niet met Freek aan tafel willen zitten? En tot een stomme verbazing zag ik u de volgende dag bij RTL Boulevard met Gerard Joling en Jan Smit keuvelen over. En dan denk ik, wat is het voor leider? Wat is dit voor wat is, dat zijn wat mensen is van dat de toekomst. En Freek de Jonge is heel erg van gisteren. En wat ik al zei, ook woensdag bij De Wereld Draait Door. Freek de Jonge is altijd zo zuur over de VVD. Ik zit al bij de VARA. Ik heb overigens niet gezegd, ik kom niet. Ik heb alleen gezegd in de contacten. Altijd naast de zure man gezegd. Dan steekt u er zelf veel gunstiger bij af. Dat zit nou toch ook. Gaat toch goed. Maar ik zat... weet je wat? Het probleem is het volgende. Je hebt gewoon overleg met een programmaredactie. Ja. En ik heb toen gezegd... Gerard Joling. Als hij komt... Nou, die zit hier niet. Als hij komt, dan kom ik ook gewoon. Maar als je het mij vraagt, liever niet. Want ik denk gewoon, hij is al zo zuur over de VVD. Dus liever niet. Maar als hij komt, kom ik. Ik heb niet gezegd, ik kom niet als hij komt. Ik heb het anders gehoord. Maar ik ga niet zeggen van, doet hij het weer. Ik zal het op mezelf betrekken. Ik heb een déjà vu. Dat zegt ook de redactie van Paul Witteman. Dan ben ik tegenwoordig. Nee, dat het ligt ons te genuanceerd. Sleep ons niet helemaal mee daarin. Ik geloof niet maar dat ik was bereid te komen, ook als Freek de Jong kwam. Maar ik heb wel gezegd, liever niet. Zo is het gegaan. Nee, maar misschien was er toch ook in uw omgeving niet helemaal duidelijkheid over... misschien was u wel bereid, maar was niet iedereen in uw omgeving daarvan overtuigd dat u bereid was om te komen? Nou, die omgeving is heel klein. En ik heb daar goed contact over gehad, want dat relletje ging lopen woensdag. Ja. Maar ik had er niet zoveel zin in. Dat was mijn gedachte om dat te doen. Maar ik zei, als hij komt, dan kom ik. Maar liever niet, want volgens mij krijg je minder leuk programma. Freek de Jonge was toch ideaal geweest? Die heeft helemaal diezelfde jaren 70 retrotoon als uw vrijheid dan wel sociaal. We willen nog even, want we moeten nog even terugkomen op een onderwerp wat we besproken hebben, Bouke, maar waar jij nog wat fragmenten van wilde laten zien. We hadden het net even, daar begon die uitzending over en dat hangt anders als een soort donkere wolk boven dit hele programma. Negative campaigning, je gebruikt een woord, wordt misschien ook groter gemaakt, gevaar, bedreiging, wat dan ook. Is eerder gebeurd, werd al net gezegd, Pim Fortuyn en Geert Wilders hebben er ook heel vaak uitgedeeld, maar ook van langs gekregen. We hebben even een paar fragmenten op een rij gezet om even te kijken, heeft dat nou uiteindelijk tot iets geleid? Het is een watje, een aardige man, maar een watje, de heer Roemer, als het gaat om het aanpakken van criminelen. Bos, in de eerste plaats draait u met uw standpunt over het ontslagrecht. En in de tweede plaats bent u niet maar eerlijk. Wie draait hier nou? In uw verkiezingsprogramma staat niet niks. Eerlijk, meneer Bos. In de stemwijzer staat draait, dat niet klopt. En u bent niet eerlijk. Wat u gaat doen voor heel Nederland, wat u voor Amsterdam heeft gedaan, door een oogje dicht te knijpen voor de terreur in de steden, meneer Cohen, dan is Nederland aan de rand van de afgrond door uw beleid. Hier moet je dus indenken dat Fortuyn naast Tony Blair staat en naast Jacques Chirac en ook naast Gerhard Schröder. En dat is natuurlijk potsierlijk, zoals ik zeg, een playfiguur. Ja, zullen we even, want ze zijn leuk, de meeste die we nu gezien hebben. Welke waren effectief? U draait en u bent niet eerlijk. Die was toch behoorlijk effectief, hè? Dat is de enige. Ik vond zelfs de mooiste die van Bolkestein, maar dit ook geen effect gehad, zoals we allemaal weten. Ja, maar dat van Wilders zijn we dit wel gewend. Die praat altijd in one-liners en het is geen debat, maar constant aanvallen. Paul had het er al over. Dat heeft echt een effect gehad, omdat het echt zo op de man was gespeeld. En dat heeft Wouter Bosma ook nooit vergeven. Nou, zat dat eerlijk gezegd al nooit lekker tussen die twee partijen, hoor. Dus er hoeft iets te gebeuren. Het was een foute boel. Maar dat heeft wel effect gehad. Dat u draait van Balkenende naar Bos. Dat heeft interne verhoudingen ongelooflijk verziekt tot in het kabinet toe. Het is gewoon nooit meer goed gekomen. En als zo'n defensiewoordvoerder van het CDA, Raymond Knops, links vergelijkt met Al-Qaeda.
Wordt daar dan nog lang over doorgepraat, Paul? Nou, tot mijn verrassing niet. Ik snap dat lijsttrekker Buma dat vuurtje zo snel mogelijk probeert uit te trappen. En die heeft dus gezegd bij de collega's van jullie van RTL... van het is aan Knops om daar wat van te vinden. En ik heb er verder geen mening over. Ja, dat is volgens mij geen leiderschap. Volgens mij moet je dan even duidelijk afstand nemen. Want een van de eerste lessen in de politiek... is altijd dat je niet moet proberen te scoren over met het leed van andere mensen. En dat is natuurlijk wat Knops als oud-defensieman. Ik snap de emotie, maar dit is echt, echt... echt uit de bocht. Ja. Is het nu zo, meneer Rutte, als u zo'n... U bent bevriend, dat weet u, met Jort Kelder... die nog steeds schrijft voor Quote. Mm-hmm. En dan komt de Quote met zo'n omslag... waar je toen nog uw grootste concurrent, de heer Roemer, ziet staan met een motorzaag. En er wordt toch de suggestie gewekt dat daar wat bloed aan kleeft. Het kan ook tomatensap zijn geweest bij de SP. Dat weet je natuurlijk nooit helemaal zeker. Dat u dan denkt, nou Jort, dat heb je goed gedaan. Nee, Jort Kelder heeft er ook helemaal niets mee te maken, dat weet ik van hem. Hij is columnist bij Plat. Hij was ooit hoofdredacteur, is toen heel lang weg geweest, is nu columnist. Hij heeft er niets mee te maken. En ik heb ook een paar keer al gezegd, hij vond het een smakeloze poster. Echt smakeloos. Als uw defensiewoordvoerder had gezegd van links is net Al-Qaeda, wat had u dan gezegd? Zelfs als Buma. Zelfs als Buma, dat moet hij zelf maar weten. Nee, maar Buma, nee, niet alleen dat. Buma heeft ook wel, ik heb dat gisteren even teruggezien bij RTL 4, volgens mij heeft hij wel iets meer afstand genomen dan alleen maar gezegd, dat moet hij zelf maar weten. Ja, hij heeft geen afstand genomen. Nou, ik zou daar in ieder geval daar wel afstand van nemen, want dat vind ik dat toch te ver gaan. Ik kan toch niet zeggen dat... echt te ver. Ik dacht net dat Buma dat ook gedaan had, maar dan heb ik dat misschien verkeerd. Maar Buma kennende is net een vent. Denkt hij daar niet anders over? Kijk, je kan toch niet zeggen dat een nepfoto van Roemer onder het bloed met een kettingzaag. Ik zie daar nog wel de humor van in. Dat is ook wel met een knipoog. Dat vind je smakeloos. En zo'n uitspraak over zo'n dreiging en gevaar. Dat vind ik veel smakeloos. Ah, houd toch op. Ja, natuurlijk is dat elkaar te vergelijken. Juist wel. Dat is toch veel serieuzer. Dat is toch veel echter. Dat is toch veel meer staat met gestrekt in het interview. Been. Ik heb het niet over een veiligheidsrisico voor Nederland. Staat er letterlijk in. Is prima opgeschreven. Het is wel mensen bang maken. Maar wel, het is mensen bang maken. Mensen bang en dat zijn, is precies niet wat er nu moet gebeuren. Er zijn heel veel mensen in Nederland, meneer Maassen. Die zijn bang om baan te verliezen. En die willen dat er dadelijk partijen aan de macht komen. Die ervoor zorgen dat er meer banen komen in Nederland. Daar gaat het interview over. Ja, heb je weer een mooie dingetje kunnen zeggen. Goed. Ja, zijn we een beetje aan het einde geloof ik. We zijn rond geloof ik. Dus we danken de premier voor zijn komst hier naartoe. Wat zijn de activiteiten de komende dagen nog? Ja, dus maandagavond een samen zijn. Een debat bij Nieuwsuur met Diederik Samson. En dinsdagavond is het slotdebat. En dan gaan we woensdag wachten wat dus kiezer in soevereiniteit gaat beslissen. Ja, bent u nog erg teleurgesteld? Want ik zag nog even met een half oog bij het kinderdebat dat u helemaal geen hoedjes had verdiend. Vreselijk. Ik heb zelfs op alle antwoorden, op alle vragen Patty Bart geantwoord, maar het heeft niks. En er was ook geen kind dat met u wilde knuffelen. Maar na afloop wel. Kijk, buiten de camera. Ja. Het kan dus wel. Goed, we danken de premier, we danken al onze andere gasten. Het programma heet 1 voor de verkiezingen. Morgen niet, want dan is het zondag en dat is voor sommige mensen een heilige dag. Maar maandag zijn die mensen er wel met hun programma. Met wie? Ik dacht niet. Ik dacht met Wilders. Juist, met Geert Wilders. Tot dan. Heel goed. En vreemd je wel.